behoeft geen introductie natuurlijk meer. Speelde dit seizoen nog basketbal nadat hij was gestopt bij Dona, maar op een wat lager niveau. Kwaliteiten toevoegen aan het jeugdige Ares, waar hij hier wel de bal verspeelt. Oh, en daar Javon Jackson. Oh, Kubenk had wat moois in gedachten, maar Fukan Samardzic steekt daar een stokje voor. Goeie combinatie hoor. Tussen die Izal en Fukan Samardzic. Karen Ross. Oei, oei, oei. Nou, die zit er nog niet lekker in. Om het maar zacht uit te drukken. Heerlijk. Van Paulson. Waar elk foutje wordt afgestraft. Die Kuta. Daar de vrije poging voor Alexandre Libert. De 33-jarige. 25-36. Het is nu zaak voor Ares om het weer binnen de 10 punten te houden. Om het een strijd te houden. Hier, oh ja, heel eenvoudig. Renata Kuta. Om op te laden voor Elite Gold. Historisch dus voor Ares. Bij de beste 5 ploegen van Nederland. Tegen de beste 5 ploegen van België. 29 tegen 40. 11 punten verschil. Ruim 6 minuten nog tot aan de pauze. Daar de mooie versnelling hoor. Van Rafael Lisboa. 4 punten nu ook voor Hoeven. 31-44. En daar de dunk. Van Nathan Kuta. Ja, goede score hoor. Van Alexandre Libert. Februari speelt hij nog een WK-kwalificatiewedstrijd met Slovenië. Prepelic. Volgende week mag Spirou thuis aantreden tegen Donar. En daarna op bezoek bij de Heroes. Marlon Makwa. We gaan weer beginnen aan de tweede helft. Bronsma met de eerste pogingen. Speelde tegen Oekraïne en Georgië. Allebei een handjevol minuten. Ja, dit is een slimmigheid hoor, van Fukan Samardzic. De start van Elite Gold dus wist te winnen van Landstede Hammers. Maar in het Belgische deel nog van de competitie verloren ze de laatste 4 wedstrijden. In 3,5 minuut voor Spirou. Dat is ronduit belabberd te noemen. Ja, Kuta maakt heel goed gebruik van zijn lichaam. Aan de kant van Spirou 4 uit 7 vanaf de vrijworplijn. Fogang. Ja, mooi uit de draai en nog Kubenk 13,5. De Russo bijna 5 minuutjes. Douwes bijna 6 minuten en Ross bijna 10 minuten. Klein bankie voor Ares zonder Berghuis dus, die al wekenlang geblesseerd is. Pioneers van Kubenk. 4 punten. Oei. Goed doorgebeukt door Bine Prepelic. Toenmalige assistentcoach Vincent van Sierig. Tot zover de banden met Helios Suns in Slovenië. Daar binnen Prepelic. Overtuigend. Komt daarmee op 15 punten. Evenveel als Paulson. De 2 topscorers aan de kant van Ares. Daar. Oh. Prepelic. Lisboa. De Russo ontfermt zich over deze Libert die toch aan de bal weet te komen. En uiteindelijk Kuta installeren. Ares knokt en knokt en knokt. Net als in het sterke derde kwart. Lisboa door interim bondscoach Radenko Varagic. Orange Lions wilde vernieuwen. Nieuwe lichting.